Ben je nerveus voor die reconstructie? Een beetje. Maar ja, het is goed dat het gebeurt. En misschien is het na vandaag achter de rug. Dat hoop ik wel. In de eerste plaats voor jou. Ja. Hé, wat ga jij doen? Even aan de gewichten hangen. Die reconstructie begint zo. Ja, dat weet ik. Nou, sterk. Ja, dank je. Je bent verplicht om te gaan. Jack heeft me al 100 keer ondervraagd. Ik ga er niet naartoe. Eens even doorbijten. Straks is het voorbij. Voorbij, hoezo? Ja, ik weet dat een reconstructie vaak een laatste poging is om de dader te achterhalen. Je zegt net zelf, je bent al 100 keer ondervraagd. Ze zullen jou na vandaag niet meer lastigvallen. Maar lieverd, ik begrijp dat je zenuwachtig bent. Wie zegt dat ik zenuwachtig ben? En ik ben bij je. Dat maakt me niet uit. Ik ben niet bang voor Jack of voor die reconstructie. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Ja, ik heb er ook geen zin in. Alles wordt weer opgehaald. Het huwelijk, Epassa, het bedrog. Ik wil het ook vergeten. Ga dan ook niet. We moeten. Het is verplicht. En ik wil ook heel graag dat de dader gevonden wordt. En als ik daarbij kan helpen door naar die reconstructie te gaan, graag. Jij wil het toch ook? Je wilt toch ook dat die dader opgepakt wordt? Maak je maar geen zorgen. De advocaat is er de hele tijd bij. Okay. Hallo. Alles oké? Nou, een beetje gespannen, maar... Oh. Sil helpt me er wel doorheen. Jongens, ik zal jullie er eventjes naartoe brengen. Ja? Ja? Ja. Gaat het? Mijn moeder zegt dat Jack vandaag de moordenaar vindt. Niet dus? Waarom zou Jack er nu opeens wel achterkomen? Hij is al zo vaak ondervraagd. Je gaat toch niks zeggen? Zo, je houdt je mond. We kunnen het nu nog afplaatsen. Je weet dat je een enorm risico neemt. Alle andere verdachten zijn al, ik weet niet hoe vaak, verhoord. Als dit weer niks wordt, jongen, dan vinden ze het echt niet meer leuk. Verdachten hebben niks te vinden. Ik heb het niet over de verdachte, ik heb het over het hoofdbureau. Vanavond zit de dader vast. Je bedoelt Sil? Zie je waarschijnlijk, ja. Waarom zeg je dat dan niet meteen? Waarom richt je je dan niet tot hem? Dat doe ik juist wel. Alleen de anderen die kunnen ons helpen. Ik zet de hoofdverdachte onder zeer zware druk. Ik organiseer een reconstructie waarbij alle verdachten, inclusief de politie, aanwezig zullen zijn. Ik spreek uit dat de dader vandaag gevonden zal worden. En vervolgens streep ik aan de hand van hun verklaring de een naar de ander weg. Laura, Lorena, Nout, Sjoerd, Lucas, Charlie. Tot alleen Sil overblijft. Charlie, die weet niet eens wat er gebeurd is. Ik heb een forensisch psycholoog gesproken, een geheugenexpert. Als we Charlie isoleren van de groep en we confronteren haar met een aantal hele specifieke details van die avond... Daar is de kans groot als ze zich dingen gaat herinneren. Ja, maar je weet alleen niet welke dingen. Nee. Maar ik denk dat ze gaat herinneren dat ze Rutger niet heeft vermoord. En dan? Dan open ik de aanval op Sil. En hoe ga je dat doen? Door hem dit te laten zien. Blijkbaar is Lorena nog niet terecht. Hoezo? Ze is een van de verdachten. Waar is ze nu dan? Geen idee. Het land uit. Hé, die telefoon moet wel uit, hè? Dank allemaal voor jullie komst. Alsof we een keuze hadden. We houden vandaag een reconstructie... van de avond waarop Rutger Goedhart is vermoord. Sorry. Heeft deze reconstructie eigenlijk wel zin? Uiteraard. Ja, niet alle verdachten zijn aanwezig. Waar is Lorena bijvoorbeeld? Ik stel voor dat iedereen eerst even luistert naar wat ik te zeggen heb... en dan wordt alles duidelijk. Ik weet dat ik veel van jullie vraag. Het enige wat ik jullie wel kan garanderen... is dat vandaag de moordenaar bekend is. En dat is volgens mij iets wat wij allemaal willen weten, toch?
Want als de moordenaar bekend is, dan kunnen wij deze zaak definitief afsluiten. Oké, dan ga je er dus toch vanuit dat Lorena het niet is. Dan ga ik inderdaad vanuit, Rick. En ik heb mijn reden om dit te doen. Ik denk dat iedereen hier nu graag wil weten wat er die nacht gebeurd is. Wat ik net al zei, de moordenaar zal vandaag bekend worden gemaakt. Het moordwapen, dat heb ik al. Jeffy vond Rutger de volgende ochtend. Om precies te zijn om 14 over 9. Na de autopsie bleek dat Rutger tussen 11 uur 's avonds en 1 uur 's nachts is vermoord. Met wat later bleek deze pook. Laura. Jij was die avond bij Rutger. Ja, klopt. Waarom? Om te praten. En toen je bij hem aanbelde, was je toen vooral kwaad of verdrietig? Ik weet niet meer zo goed hoe ik me voelde. Ik voelde eigenlijk helemaal niks. En toen je tegenover hem stond? Ja, toen was ik wel woedend. Maar ja, ik voelde me in de steek gelaten, verraden. En toen? Laat je jezelf uit? Klootzak! Ga verder. Dat ding dat vloog richting Rutger. Laura. Jij komt jezelf nog wel tegen. Denk je? Toen ben ik weggegaan, het was de laatste keer dat ik hem zag en ik heb hem niet met die pook geslagen. Maar toen je die kaarsenhouder naar hem toe gooide, was het wel de bedoeling dat je hem zou raken, toch? Nou ja, hij heeft niet alleen mij bedrogen, maar ook mijn vrienden hier. Ja. Ja, dat snap ik. Snap jij dat ook, Sil? Een beetje. Een beetje? Doe, kijk naar je moeder. Nog steeds als ze het over Rutger heeft, dan hoor ik de woede in de stem, haar verdriet. Doe, ik denk dat iedereen hier met haar te doen heeft. Jij toch ook? Ja. Ik snap trouwens nog niet waarom je haar nog steeds als verdachte ziet. Maar dat zie ik ook niet. Vlak na Laura arriveerde Lorena bij het huis van Rutger. Rutger leefde toen nog. Volgens mij hoef jij je geen zorgen te maken. Ze hebben Charlie niet voor niks vrijgelaten. Nee. En als ze het echt gedaan had, dan zou ze zich dat wel herinneren die nacht. Toch? Dat weet ik zeker. Denken jullie dat ze er vandaag achter komen wie het heeft gedaan? Nou, laten we het hopen van wel, toch? Ja hoor, ik denk wel dat ze er vandaag achter komen. En Charlie gaat gewoon mee naar huis, hoor. Echt. Wat ik net al zei, Lorena is na Laura bij Rutger geweest. Ik heb hier een brief van Lorena en die wil ik graag jullie voorlezen. Ik wil zeker weten dat mijn naam nergens terug te vinden is. Niet op bankafschriften, niet op papieren of wat dan ook. De bankrekening waarvan ik jou geld heb overgemaakt, die is opgeheven. En op deze bankafschriften na is er geen enkele link tussen jou en Epassa. Nou goed, hups. Ik ben niet achterlijk. Zelfs mijn moeder doet haar boekhouding digitaal. Ik wil je laptop zien.
Uw intern geheugen is succesvol gewist. Je mag hem meenemen. Ik wil nu graag Charlie naar voren halen. Waar moet ze naar voren komen? Niemand hoeft naar voren te komen. Het is oké. Nee, dat... Goed. Charlie. Jij herinnert je niets meer van de periode dat je aankwam bij Rutgers huis... en dat je daar de volgende ochtend wakker werd, toch? Klopt. Je had die avond ruzie met Rick. Nou, ik kan anders heel helder nadenken. Ja, ik merk het. Je bent naar de Rozenboom gegaan en hebt het daar op een zuipen gezet. Weet je nog wat je daar gedronken hebt? Eerst wijn en toen... Drink dit eens. Wat is het? Wodka. Herinner je nog? Ik dronk wodka. Je ging de straat op. Je ging naar buiten. En het was donker. Probeer die nacht weer voor je te halen, oké? Het was koud buiten. Je was woedend op Rutger. Je wilde hem confronteren met jouw verhaal. Je ging naar zijn huis en je belde aan. Herinner je die bel nog? Nee. Rutger deed die deur open. Hij was verbaasd je te zien, toch? Ik weet het niet meer. Luister naar die bel. Herinner je die bel? Het was donker, Charlie. Buiten, het was koud. Je stond daar. Je was woedend op Rutger. Er was geen bel. Wat? Er was geen bel. De deur staat open. Ik kan zo naar binnen lopen. Ik heb hem niet gezien. Ik heb Rutger helemaal niet gezien. Ik heb hem niet vermoord. Dankjewel. Laura, Lorena en Charlie waren niet de enigen die avond naar Rutger zijn geweest. Om 11 uur arriveerden Nout, Lucas en Sjoerd bij het huis van Rutger. Wil jullie jezelf vertellen wat er gebeurd is of niet? Goed, dan doe ik het. Om 11 uur kwamen Sjoerd, Nout en Lucas... Om 11 uur waren wij met z'n drieën bij dat huis. Pakken we hem. En toen? Toen pakte ik die steen en gooide ik die steen door die ruit heen. Dus jij gooide die steen door de ruit? Klopt. Maar hij was het niet alleen. Ik pakte die steen op.
Ja, maar... Ik kwam op homo's, dat kunnen we toch wel? Met de groetjes van mijn oma. Ja, het lijkt nu net alsof hij alleen de schuldige is, maar dat is niet zo. Nee, 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 we deden het met z'n drieën. En van mijn moeder. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Maar dat was niet alles. Er gebeurde nog iets, nietwaar? Die steen die ging door de ruit. En toen... Wie deed die deur open? Wie was er op dat moment nog meer in dat huis aanwezig? Sil! Dat was jij, hè? Jij was degene die uit het huis kwam gerend. En weet je nog wat je in je handen had? Dat was deze pook. Dit is de pook waarmee je Rutger hebt vermoord. Ach, Jack, doe normaal! Herinner je die pook nog niet? Nee. Nee? Jij was in dat huis, Sil! Ik ben daar niet geweest. We hebben vingerafdrukken gevonden op deze pook. Dat kan niet. Waarom niet, Sil? Waarom kan dat niet? Omdat ik hem in de sloot heb gegooid. Je hebt hem in de sloot gegooid? Waarom? Ik heb Rutger vermoord.